In de expertgids kom je deze foto tegen, gemaakt door Maurice Jonas. Het is een bijzondere macrofoto van een heel klein spinnetje die eigenlijk bestaat uit heel veel foto's die zijn samengevoegd. Om te kijken hoe hij dat gedaan heeft, zijn we bij hem langs gegaan. Dit is een heel klein springspinnetje wat ik gevonden heb in de tuin. Hij was dood en ja, voor mij was dat een mooie gelegenheid om er een mooie foto van te maken. Hoe kom je van dat kleine spinnetje naar zo'n groot beeld? Het kan op verschillende manieren. Ik ben ooit begonnen zeg maar, met door een microscoop op mijn camera te monteren. Later ben ik overgegaan op een lens die zeg maar, een variabele vergroting had. Daar werk ik tegenwoordig nog mee. Maar zo'n macrolens heeft een enorm klein scherpstelgebied. Dus bijvoorbeeld, wat voor een vergroting zien we hier? Dit zou een vergroting van 5 keer zijn. Als je zeg maar gewoon puur 1 foto zou maken, dan heb je misschien net een paar haartjes scherp en voor de rest helemaal niets. Want zo extreem is die vergroting zeg maar en krijg je inderdaad heel weinig scherpte diepte. Mm-hmm. Dus wat ik eigenlijk doe is dat ik gemiddeld tussen de 80 en de 150 foto's per object maak. En die plak ik dan allemaal tegen elkaar. Want ik heb een macrorail waar dus de focus telkens een paar micrometer opschuift. De macrorail die is weer verbonden met mijn computer. Okay. Waarop ik dus mijn macrorail kan aansturen. Dus ja. We hebben hier een Nikon D7000 staan. Dat is een oudje, een APS-C camera. Klopt, ja. Maakt de sensor nog wat uit voor deze vorm van fotografie? Het enige verschil zeg maar, is dat je hiermee in principe meer vergroting kan krijgen. Ja, kijk, kwalitatief is hij natuurlijk, het is een oudje, dus dat zou beter kunnen, maar hij moet op dus. Ja. Er zit een Laowa 25 mm op. Die kan 2,5 tot 5 keer uitvergroten. Dus daarmee kan ik variabel uitvergroten, is wat makkelijker afhankelijk van de grootte van het insect. Het insect aan een klem? In principe is het gewoon een cd-hoeshoudertje. En daar heb ik wat papier omheen gedaan, puur voor het diffuse licht te creëren, zeg maar. Ja, want daarbovenop zit dus de flitser en die flitst naar beneden toe en dat creëert eigenlijk een klein studio. Alsof je een witte studio hebt voor je insect. Inderdaad. En dan komt het licht dus overal vandaan. Ja, ik gebruik 1 tot 3 flitsers, even afhankelijk van mijn onderwerp en hoe het insect gevormd is, of ik meer of minder licht nodig heb, zeg maar. Het enige verschil is misschien als je bijvoorbeeld kevers hebt. Die glimmen bijvoorbeeld veel meer omdat die een gladde huid hebben. Terwijl een spin of een vlieg, die hebben veel meer haren. Dus daar krijg je veel minder weerkaatsing van. Dus de intensiteit die verander ik nog wel eens. Het achtergrondje, dat zijn gewoon puur plaatjes die ik heb gemaakt in Photoshop door heel veel kleuren bij elkaar te doen. Kijk, dan gebruik ik gewoon dit soort achtergrondjes, die kan ik gewoon op een random plek kan ik ze plaatsen. Oh ja. Krijg ik gelijk weer een ander effect, zeg maar. Wat voor instellingen zet je dan eigenlijk in die camera? Tussen de 2,8 of f4. Oké. Okay. En ja, verder gewoon standaard sluitertijd 200, ISO 100. Je zou kunnen zeggen, gooi gewoon dat diafragma wat dichter. Want dan krijg je wat meer die scherptediepte van voor naar achter. Of hoe werkt dat? Ja, maar dat is niet de maximale scherptediepte van de lens. Die zit toch meer vooraan, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb gemerkt dat ik dan toch net wat scherpere beelden krijg als ik op 2,8 schiet dan als ik een ander diafragma pak, zeg maar. Bij deze vond ik het bijvoorbeeld mooi dat zowel de poten als de kop scherp was. Yeah. Maar als ik bijvoorbeeld een vlieg heb of iets dergelijks, dan vind ik het mooiste als puur alleen de kop scherp is en de rest niet, zeg maar. Dus in dat geval heb ik veel minder stappen nodig. Ja, in dit geval moet het insect dus ook doodstil zitten. Ja. Dus dit werkt echt alleen als ze al dood zijn. Je hebt macrofotografen die het ook live kunnen. Okay. Maar dan is het meestal wel een kwestie van vroeg in de ochtend, als de insecten nog koud zijn, dat ze stil zitten. Ja. Alleen dan komen ze inderdaad niet tot de 150 foto's. Dus die doen het wel met een wat hoger diafragma. Ik heb ooit op een veiling buitenlandse insecten gekocht. Maar die zijn wat interessanter omdat je die hier nooit ziet natuurlijk. Ja. Kijk bijvoorbeeld de groene kever.
gedroogd. Ik kwam het ooit tegen, lang geleden, en niemand had interesse. En tegenwoordig is er een hele handel voor dit soort dingen. Ja, ja, ja. Je kan uit allerlei delen van de wereld kan je gewoon insecten kopen. Alleen dan betaal je, nou ja, dat begint zo'n beetje bij 5 euro per insect. Ja. Tot soms wel 30 euro als het een zeldzame is. Ik kan me voorstellen dat je nog andere insecten hebt die heel interessant zouden zijn om te fotograferen. Ja, er zijn er heel veel, maar ja, sommige die zijn echt flink prijzig. Je hebt bijvoorbeeld een rhino beetle, maar die zijn ook wel redelijk groot. Met die hoorns zo, met die... Juist, ja. Juist. Maar daar betaal je al snel 50 euro voor, minimaal, voor eentje. Zo, ja. Mijn verzameling heb ik van Katawiki. Oh ja, ja. Dat is gewoon een bekende veilingsite. Ja. Dat krijg je niet elke dag in de post. Nee. Hoe maak je daar dan weer één foto van? Ik heb een serene stekker voor. Daar gooi je ze gewoon in en die alignt ze allemaal voor het geval dat er nog een beetje beweging in zit. Mm. En die plaatsen allemaal achter elkaar. En meestal het enige wat ik daarna nog moet doen is bijvoorbeeld stofjes wegpoetsen. Omdat ja, stofjes worden ook heel erg uitvergroot met een vergroting van 5 keer. Mm. Dus die zie je ook altijd wel in beeld. Dus heel vaak is zo'n insect, als je hem vindt, is hij ook vies. Dus ja, dan zit je toch ook al met wat je moet schoonmaken, zeg maar. Ik heb een ultrasoon juwelencleaner. Ja. En daarmee maak ik ze dus eerst schoon. Oh, wauw. Oké, dus dat is de truc. Dat zorgt in ieder geval dat 90% van het vuil eraf gaat, zeg maar. Ja. En de rest is Photoshop. Precies. Als die langer ligt, dan heb je meer verrottingsverschijnselen en dingen die eraan plakken, zeg maar. Is dit nou een setup zoals dat macro ding, is dat toegankelijk voor iedereen? Is dat plug and play voor aan je computer? Of moet je daar ook nog veel voor instellen voordat het werkt? Dat is eigenlijk, dit is vrij makkelijk in te stellen. Ja. Ik heb weinig, het was echt in elkaar zetten, programmaatje installeren en eigenlijk kon ik wel gelijk aan de slag. En dat programma zit er eigenlijk bij dan? Dus ja. Je koopt die macro slider en dan installeer je dat gewoon op je pc en dan kun je dat besturen? Ja. Uiteindelijk krijg je dan dit. Wil jij de volgende stap zetten in de fotografie? Daarom hebben we de Expertgids ontwikkeld. Daarin staan complexere onderwerpen beschreven en die kun je nu gratis downloaden.